Goedenavond voetbalvrienden, hartelijk welkom. Aanstaande zaterdag staat er weer een thuiswedstrijd op de planning. En dat betekent weer een pupil voor de wind week interview. Aan mij er toch ook echt in die flow, hè? Al 3 maanden ongeslagen. De ene na de andere winstpartij wordt binnengehaald. En ja, dat is nodig, want die punten waren hardzat nodig. Maar dat is wel lekker, die flow. Hè? Nou komt zaterdag SSW op bezoek. Is ook weer een potje waar we wat recht hebben tegen te zetten. Uit speelden we daar 2-2 gelijk. We hebben veel kansen gemist. En ja, dat willen we thuis nog even anders gaan doen. En willen we daarom 3 punten gaan binnenhalen. Naast mijn pupil voor de week, stel jij je even voor. Ik ben Robert, ik woon in Almeide. Ik ben 12 jaar. Hij zat op voetbal en kickboksen. Maar nu dat ik blessures heb, ben ik er allebei even af. Goed voorgesteld. Inderdaad, een iets andere situatie vandaag. Je zit helaas niet meer op voetbal. Erg vervelend. Voetbal zit er niet meer in voor je helaas. Dat is toch wel lastig om even over te hebben, want het draait allemaal om voetbal. Je hebt tot het half jaar geleden voetbal gezeten. Ja. En wat was jouw positie daar? Spits of keeper. Spits, oké, ja. Dus dat is wel een verschilletje, spits of keeper. Ja. Ja, nou helaas ging dat niet meer. Dus nou ben je eraf gaan nog eens kijken bij de jongens? Soms wel. Ja, want dat is misschien ook lastig, dat snap ik. Hey, en ja, is er dan een andere hobby waar je nou naar uitkijkt, waar je graag doet, wat ook kan? Bijvoorbeeld vissen of dammen? Ja, een beetje gamen. Gamen, ja, nou ja, is ook leuk. Ja. Ja, ik word niet echt sportief van, maar ja, goed, als je FIFA doet, dan heb je toch nog een beetje het spelletje voetbal waar je iets mee doet, om het zo te zeggen. Hey, je zei boksen, ik zag een truitje, Maseroni. Ja. Zat je daar? Ja, dat zat in Gorinchem. Ja, ken ik. Daar zat ik toen 4 jaar, denk ik, op. Oh, dus dan heb je nog een beetje talent ook. Ja. Ja, een maatje van mij zit daar ook, Raymond Doenes, ken je die? Ja, die is wel wat ouder, die zit ook, doe ik wedstrijdjes. Moet je geen ruzie meer hebben. Nee. Maar met jou ook niet misschien? Nee, met trainer ook niet. Nee, dat klopt. Dat is, hoe heet die? Tony? Ja. Ja, ik was van gehoord, ja. Tony Maseroni. Volgens mij is hij voor Feyenoord. Dat is wel belangrijk dan weer. Ja, ik ben zelf voor Ajax. Oeh, nou, dat is helaas. Maar goed, laat ik met jou ook een ruzie maken dan. Hey, en zit je nog op de basisschool? Nee, de middelbare. Middelbare school. Welke school zit je? Het Gilde. Oh, het Gilde. Kijk, met je handen lekker, wat ga je laten worden? Ik denk iets met auto's, metaal of... houtbewerking. Ja, nou, dat kun je allemaal leren op het Gilde, dus dat is mooi. Dus je bent nog jong, dus lekker genieten. Hey, en van de rest, gamen zei je. En van de rest nog andere dingen die je graag doet? Ja, ook wel vissen. Oh, ja. En vaste beetje... engel of werpengel? Allebei. Allebei, ja, goed zo. Ja, ik ben toch meer van de vaste. Dat werpen, dat is allemaal niks van mij. Maar een vaste engel. Ik ben er wel eens naar die, in mijn kerk geweest, daar heb je die forelvisvijvers. Ah, dat is natuurlijk makkie. Nee, altijd beet. Wijs van. Hey, leuk joh. Hey, favoriete eten? Want die was ik al een tijdje vergeten. Kippenpoten. Kippenpoten, oh. Kijk, nou, lekker van de slager van Melwijk. Goed gemarineerd of maakt het niet uit als we vandaan komen? Nou, wel lekker gekruid. Nou, en ben je daar van die grotes, van de vleugeltjes of van de kleine kippenpootjes? Kleine, ja. Lekker, hou ik ook van. Goed gemarineerd, heerlijk. Verse frieten bij, potje Jovenaise en lekkere sla. Oh, jongen, koningsmaal. Hey, je komt er wel eens op het voetbalveld, vertelde ik. Ga je wel eens kijken bij het eerste? Soms wel. Okay. Als er gewoon vrienden of zo hier zijn, dan kan ik nog wel eens kijken. Nou, leuk. En het eerste gaat de laatste tijd goed, hè? Dus dat is positief. Zaterdag tegen SSW, dat is een beetje een onbekend ploegje. Die komen uit Dordrecht, een beetje in een wijkje weggestopt. Wat denk je dat gaat worden? 2-1 voor Almeide. Goed zo, ik teken er ook voor. Nou, we gaan in ieder geval wel de aftrap proberen. Dan moet nog misschien net gaan zaterdag. Ja. En als je goed voelt, misschien even de goal maken. En dan ben ik blij dat ik weer een keer ben op het voetbalveld. En dan gaan we er een leuke dag van maken. 3 punten voor Almeide. Nou jongens, dan komt het helemaal goed. Tot zaterdag. Een witte shirt met kraagmachetten op van blauw. De scheidsrechter de fluit, wij nemen uit. En de supporters zingen luid. Almeide vooruit, met je blauw en je witte kleuren. Blijven je trouw, wat er ook met je mogen gebeuren. Onder uw vlag, zullen we altijd lopen strijden. Almeide vooruit, aan jou onze krachten wijden. Als je onze keeper aan het werk ziet, dan moet je lachen of je wilt. Stevig op een post, valt de vijand aan de vijand.
stevig en vlug. Kwiek en stug, drinken zij.